Hoi, Robin hier en welkom bij aflevering 5 van Robin Smalltalk. De aflevering waar we eigenlijk zoals we al verwachten Babs weer terugkwam in het spel en waar Jeroen het spel moest verlaten. Voordat we dat allemaal gaan bespreken gaan we eerst naar onze community. Nou, deze keer is wel in de korte. We hebben alleen maar stemmen gehad op de straw poll, waarvan de link ook weer deze keer in de beschrijving staat. Er is 8 keer gestemd deze week. 2 keer op Anna, Rian en Rosario. 1 op Jeroen en Kees. En helaas voor Fons en Tooske hadden ze beide geen stemmen. Toch wel interessant om te zien dat na een aflevering toch nog wel wat verschil in kan zitten. Ja, natuurlijk ook deze keer weer bedankt voor de stemmen. Er staat een nieuwe link in de beschrijving met de vraag wie jullie verdenken wie de mol is na aflevering 5. Ja, zoals ik net zei, hebben we deze keer ook geen reacties onder de video. Mocht je zelf nog geen soort theorieën hebben, laat het vooral weten in de reacties. Dan neem ik ze de volgende keer mee. Dan gaan we nu door naar de titel van de aflevering. De titel van de aflevering was terugkeer. Eigenlijk spreekt dat voor zich. Natuurlijk de terugkeer van Babs. En eigenlijk ook geheel onverwacht de terugkeer voor in ieder geval deze aflevering, Dennis Wening. Oké, top. Zet hem op, hè. Later. Hij was de mol in 2008 in Mexico. Dus het was leuk om hem weer te zien. Ook was ik wel weer een beetje verbaasd dat hij terug was. Zeker omdat hij hulp bood aan de mol. Maar goed, daar gaan we zo meteen op terugkomen. We gaan eerst door naar opdracht 1. Opdracht 1 is genaamd op elkaar rekenen, waar ze 2008 euro konden verdienen. Natuurlijk het jaar dat Dennis de mol was. Maar uiteindelijk hebben ze voor 0 euro in de pot bijgespeeld. Het was een opdracht die in eerste instantie toch niet zo heel moeilijk leek te zijn, maar achteraf gezien toch veel moeilijker. En het was voor Jeroen en Fons dan ook wel erg lastig en Jeroen maakte daarover een hele mooie opmerking. Alsof we uit de inrichting komen. Tijd is om. Mijn god. Het was ook echt chaos en ja, wat ik me ook dan afvraag, was het dan echt zo moeilijk? En was het dan zo moeilijk om groen en geel van elkaar te onderscheiden? Wat vooral het vreemde was, is wat Rick zei aan het einde van de opdracht wanneer welke kleur was. Want alleen blauw klopte dat even zo uit mijn hoofd. Dus dat was heel bizar. Maar goed, daarnaast de temperatuur van, wat zeiden ze, 40 graden. Dat speelt natuurlijk ook mee. En ja, met zulke hitte, dan moet je eigenlijk gewoon rustig houden. Niet te veel inspannen. En dan ga je ook heel snel fouten maken. Ik hou het even in het midden of het echt zo makkelijk was. Maar dat gaan we dan waarschijnlijk aan het einde van het seizoen zien. Als ze in dit verhaal dan Fons de Mol zou zijn. Dan hebben we natuurlijk het moment bij Kees en Tooske. Ik loop je ook steeds te mollen. Ja, je loopt te mollen. Ja, wat mollert, jongen. Waarbij Kees zegt dat Tooske haar mol is. En andersom natuurlijk. En aan het einde zegt Kees dit. Babs, het is natuurlijk een moeilijk geval. En Tooske zegt ook weer wat anders. Dus het lijkt er een beetje op alsof het gespeeld is naar elkaar toe. Ja, en dan om gelijk maar even door te gaan voor een klein stukje van de test en de eliminatie. Ja, en daarnaast het andere opvallende is dat niemand wat deed aan het einde van de opdracht behalve Anna. Daar was ze dus met nummers of daar was ze dus bedragen aan het optellen en aftrekken. En op het lijstje had ze dus iets hoger staan en uiteindelijk gaf ze een bedrag van, wat was het, 585 of 567 euro, iets in die richting. Ja, ik denk oranje 565. Dat is het enige getal dat ik nu weet. Nou, waar dat bedrag vervolgens vandaan kwam, het was echt. En ja, dat maakt haar natuurlijk ook niet echt minder verdacht. Ja, er zijn nog meer opvallende dingen die deze aflevering gebeurd zijn. Dan gaan we daarmee door naar het gebaande pad, naar opdracht 2. En opdracht 2, zoals ik net al liet vallen in de laatste zin, is het de opdracht genaamd het gebaande pad. De opdracht waar ze uiteindelijk de grootste pot ooit konden verdienen van 38.640 euro. En aan het einde van de opdracht moesten ze dus 1750 euro uit de pot teruggeven. Ja, hier vergat Rick te vertellen in zijn sumiere uitleg dat er onder dat mooie bedrag toch nog een klein addertje zat. En eigenlijk konden ze dat bedrag dus nooit krijgen. En dat is natuurlijk ook logisch met zo'n groot bedrag. Het zou het zijn als ze dus met 38.000 euro de deur uit zouden lopen. Ook hier waren er weer een aantal opvallende zaken.
Te beginnen natuurlijk waarbij Anna zich versprak. Spreek ik met Jeroen? Ze wil Jeroen. Okay. En ik vraag me daar dan ook daadwerkelijk af of ze daar ook daadwerkelijk versprak. Of dat ze daar een per ongeluk molactie waarbij ze zichzelf in de kijker heeft gezet. Nou ja, het is niet opgevallen, vooral bij Kees was het volgens mij. Want als mol zijnde moet je dus en gewoon bellen en natuurlijk met de mol praten. En als je dan ook dit stukje hoort van Dennis Wening. Ja, hoe lang heb ik nog? Dan lijkt het mij er ook een beetje op dat dit de stem van Anne is. Dat zij roept van ja. Ik ben benieuwd. Het zou in ieder geval wel een hele mooie hint kunnen zijn aan het einde van de aflevering. Ja, ook deze opdracht. Ja, de mol hoefde niet heel veel te doen. Het is natuurlijk een lastige opdracht. Meer in de zin van, er werd niet uitgelegd. Nou ja, hier heb je zoveel geld wat je kan verdienen. Hier heb je 40 mollen die in de lucht hangen. Succes ermee. Ja, dan is het laatst opvallende. En daar kwam aan het einde kwam Fons dan mee. Maar ja, daar hadden ze nog 12 minuten over volgens mij. Ja, ze hebben daar met 40 mollen hangen. En waarom zou je dan niet gewoon alle mollen kapot slaan? Dan had je misschien niet de 38.400 euro of 38.640 euro gehad. Maar dan had je wel in ieder geval nog een leuk bedrag kunnen hebben. En nou snap ik ook wel, en dat zei ze bij de mol toch zelf ook al, dat je dat niet zo snel zou doen, zeker omdat het 40 graden is. Want als je dan 2 of 3 hebt gehad, ja, dan lig je al gestrekt. Misschien dat het ook een regel was dat ze dat niet mochten doen. Maar goed, het is in ieder geval wel een opvallend iets van iedereen. En dan gaan we door naar opdracht 3. Opdracht 3 was ook wel genaamd afwegen. Een opdracht waar ze toch blijkbaar 2000 euro konden verdienen. Als ze allemaal geluk hadden. En door Anna en Rosario is er dus 3500 euro uit de pot gespeeld. Maar Babs die heeft dus 250 euro voor de pot bijgespeeld. Dus de schade werd nog tussen aanhalingstekens beperkt tot 3250 euro. Waardoor ze dus in totaal 5000 euro uit de pot hebben gespeeld deze aflevering. Ja, ik zou dan zelf zeggen dat de mol in het middengedeelte zit van de jokers. Dus ik zou dan zeggen in dit verhaal 2 jokers. En dan blijft dus Fons, Rian, Rosario en Kees over. Nou ja, als Rosario de mol is, heeft hij natuurlijk deze ronde heel erg goed gespeeld. Ja, en mocht hij het niet zijn, dan hebben de anderen gewoon heel veel geluk gehad dat ze 0 euro hebben gehad. En dan blijft de mol zelf natuurlijk ook wat meer onder de radar. In ieder geval tot zover de aflevering van Wie is de Mol. En dan gaan we door naar de test, eliminatie en afsluiting van deze aflevering. De afleveringen waar Babs weer in het spel is gekomen en Jeroen het spel moest verlaten. Ik denk dat ik dit wel een van de mooiere situaties vond. Niet voor Jeroen natuurlijk, maar wel dat degene die terugkomt niet ook gelijk weer eruit hoeft. Want dan heb je eigenlijk alles helemaal voor niets gedaan. En daarnaast hadden we ook nog de Kees en Rian theorie. Kees zat altijd achter de afvaller. Nou, in dit verhaal zou dat dus Rian en Tooske geweest zijn. Nou, beide zitten allebei nog in het spel. En Rian zat, als ik het goed zag, op een gele stoel. En ja, Jeroen zat op een blauwe stoel. Dus helaas, die theorie gaat ook niet meer op. Ja, en over de hele aflevering en ik denk ook wel het hele seizoen, moet ik wel zeggen dat ik de opdrachten ook wel een beetje tegen vind vallen. Meer omdat er heel weinig uitleg wordt gegeven. En daardoor eigenlijk de kandidaat aan hun lot wordt overgelaten. En de mol ook niet zoveel hoeft te doen. Ik denk met een beetje meer uitleg van Rick en wat minder biechten hadden we een heel stuk verder kunnen komen. En hadden we misschien de mol al kunnen ontmaskeren. Maar goed, we zitten nu halverwege het seizoen. Dus het zou nou wel leuk zijn als we wat meer hints kregen. Dat we weten wie het zou kunnen zijn. En ja, het maakt het voor mij ook wel moeilijker om deze video's te maken. En natuurlijk ook wie mijn verdenkingen zijn. Dus het is voor mij nog steeds wijdverspreid. En ik ga toch weer een poging wagen. Helaas had ik de afgelopen aflevering op, volgens mij op 5 of 6 mensen, had ik op 5 of 6 kandidaten had ik mijn punten ingezet. En ik ben daarna helemaal vergeten door de verhuizingen en dat soort dingen, om alles weer terug te zetten zoals ik het zou willen doen, zoals ik ook altijd zeg tijdens deze video's. Dus ja, ik ben helaas weer een deel van mijn punten kwijtgeraakt. En ik hoop dat ik de komende ronde dat dus niet ga hebben. Mijn verdachten zijn dus wel hetzelfde als de laatste keer. Inclusief Rian. Dus naast haar heb ik nu dus ook Anna, Kees en Fons. En laat me weten via een link in de beschrijving wie jullie denken dat de mol is. Of laat het weten in de reacties. En dan neem ik het uiteraard mee in de volgende video.
En dan het laatste puntje, en inmiddels is iedereen daar ook wel mee bekend. Is er een Robin Smalltalk pool in de Wie is de Mol app. En ook daarvan staat er een link in de beschrijving. En als ik daar ook even vluchtig doorheen kijk, lijkt het erop dat Anna en Rian de meest verdachte zijn. En de rest eigenlijk helemaal niet of nagenoeg niet. En dat is ook waar ik het voor nu bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. Als je dat hebt gedaan, laat dan een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten, zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.